NOS, het journaal. Dit boek gaat over het Belgische concentratiekamp Breendonk. En dit is de SS-Sturmbannführer Schmid. Dit zijn foto's die jaren na de oorlog toevallig werden ontdekt op een veiling in Duitsland. Ze zijn destijds een opdracht van de SS gemaakt. Dit pas verschenen boek geeft een uniek beeldverslag van het leven in de hel, Breendonk. Het bijzondere is dat dit kamp eigenlijk bekend was als folterkamp. Dus het was niet zozeer een uitroeiingskamp, zoals de kampen in het buitenland. Het was louter een folterkamp. Het kamp Breendonk bij Mechelen was tijdens de Duitse bezetting van België een ware hel. Velen zijn hier de marteldood gestorven. De voormalige beulen van Breendonk worden thans door de rechtbank van Mechelen gevonnist. Ontsnapten komen getuigen tegen deze misdadigers die hun wreedheden nog trachten te weerleggen. Als de gevangenen binnenkwamen in het kamp, dan moesten zij dus tegen de muur gaan staan, bijvoorbeeld zo, onbewegelijk. Dat kon een uur zijn, dat kon meerdere uren zijn. Zij moesten wachten tot dus alle administratieve formaliteiten vervuld werden. Dus zij werden ingeschreven in het kampregister. Dat wachten kon uren duren en terwijl men zo stond, werd men regelmatig door een bewaker met het hoofd tegen de muur geduwd. Dat was de binnenkomst in Breendonk. Hier, 21ste, dus was mijn cel. En deze dat open gedaan hebben. En dan moest ik daar binnen gaan. En dan werden ze achteraf terug toegedaan. Ik wist niet zo dus wat dat juist was. Het was heel donker. Alleen trouwens, langs de bovenkant, dus kwam de verlichting. Door de elektrische verlichting daarboven. Maar anders moest je heel een dag staan, hè, want in een dag. We hebben dat ding naar omhoog gedaan, die plank. En s'avonds met een aak langs de buitenkant. We hebben dat losgedaan en dat kostte ze dus s'avonds mochten dan er op middag. Dat was onze slaapdingen met één deken, waar geen stroozak of niks. Hè. En dan kreeg ik een emmer, een blikken emmer. En die zet ik dan hier daar en moest ik dan dagelijks mijn behoeften ontdoen. Hier op de rechterfoto ziet u dus de état-major, als we het zo mogen zeggen. Dus de kopstukken, de Duitse kopstukken van het kamp. Dan ziet u, in het midden staat Schmid, de commandant. Maar uiterst rechts staat eigenlijk de kwade ziel van het kamp. Dat was een zekere Prous, dat was een Untersturmführer, een luitenant. Die eigenlijk, dat was eigenlijk de terreur van Breendonk. Spreekt men over Breendonk, spreekt men over Prous. Alle gevangenen, zonder één uitzondering, zijn door die vent geslagen. En achteraf hebben ze maar één dan opgehangen. Hier onder die dingen, met mijn handen op mijn rug, en we ze maar opgetrokken. En dan was ze dan weer te slagen, en dan liggen ze maar hier met mijn knieën opvallen. Ze dus plots loslaten en daar opvallen. Hè. En achteraf ze dus, na een zekere tijd, ben ik in bezwijming gevallen. En hebben ze een emmer water over mij gegooid, en hebben ze weggesleept. Hoe lang duurde die foltering? Ik kan het niet zeggen. Dat zal over
vrij lang geduurd hebben waarschijnlijk, hè. Wel, de gevangenen die dus in de kamers verbleven, die hebben hier dus zwaar dwangarbeid moeten doen. De bedoeling was dus om het oude fort, dat dus was volledig omgeven door zand, om het fort volledig te ontgraven en om met het vrijgekomen zand een wal aan te leggen rondom het hele fort. Ik kan u ook aanmelden dat er dus veel gevangenen hier gestorven zijn. Gestorven, doodgeslagen, letterlijk doodgeslagen. Men werd hier in het water gegooid, men werd hier verdronken, men werd hier levend begraven. Dat zijn zaken die hier gebeurd zijn door de Vlaamse SS. Dan heb ik eens gezien, hij was hier om te werken, nee, aan de overkant aan het werken. En dan zag ik wijs in de bot de gevangenen met stenen bekogelen. En op een zeker afstand, dus 20, 30 meters, moest hij van wijs naar de bot lopen en terug. En iedere keer werden die stenen gegooid. Altijd over het weer, zo'n duur slepen die ze aan voeten, die kostte meer en die viel neer. Zo goed als dood, en wat dat wijze heeft gedaan, die op dat lichaam staan en gelijk als ze een overwinnaar, ik heb hem overwonnen. En ze hebben hem achteraf dus weggesleept. Hè. Ik heb dat gezien, mag ik dat zeggen. Ik stond ook versteld. Je kon inderdaad op twee manieren geëxecuteerd worden. Eén, dus door fusillade. Het tweede, door ophanging. Nu, ophanging is ook weer niet echt van toepassing hier, want men heeft heel dikke koorden gebruikt, bewust dikke koorden, omdat de dood heel langzaam zou intreden. Ik heb getuigen van een almoezenier die hier destijds, een weermachtalmoezenier, die de gevangenen mocht bijstaan. Dat is werkelijk het grens aan het ongelooflijke wat hier gebeurd is. Hier ze dus met deze naak, ze dus werden die val naar beneden gedaan, dat ze dus in die gehalte vielen. En als ze ervoor aan die kettingen waren opgehangen, hè. Ze dus bleven ze een tijd daar om die koord te hangen. En dan werden ze weggesleept achteraf. Werden ze met drie tegelijk opgehangen? Drie tegelijk. Het gebeurde dus van de tijd dat er nog moesten wachten totdat hun beurt was, hè. Ja. Dan zien ze dus dat ze gefusilleerd werden. En s'avonds dus, gingen ze dat vieren. Hè. De SS en dan kwamen ze ons lastigvallen in de kamers. Hè. En waren ze stom dronken. En zingen dat ze dan deden. En zeg maar, allee, zoiets vieren, dat is toch onmogelijk, hè. Nou, toch gebeurde het, hè. Ik kan altijd nog niet begrijpen ze dus, dat zo'n mensen dat... Ik was te doen, zoiets, mensen fusilleren en dan nog gewoon feest vieren voor hun eigen volk tenslotte, hè? Want het waren hun eigen volk, hè? Reportage van Marcel Oudeke en Mark Rijmers.